Het Korps Militaire Politie MP wordt vanaf vandaag geleid door majoor Roy Samuels. De ceremoniële vaandeloverdracht geschiedde door gewezen overste Petrus Wassimin op het MP-terrein aan de Tourtonnelaan. Het is de visie van de nieuwbakken commandant om het imago van het korps te verbeteren, meer dienstbaarheid te bewijzen naar de samenleving toe en de discipline binnen het korps te brengen op het juiste niveau. Samuel zal trachten dit te doen door gesprekken te voeren met de manschappen binnen het korps. Ook is het zijn streven te werken aan een betere samenwerkingsband met het Nationaal Leger. We staan niet los van elkaar. Willen we goed werk verzetten, moeten we beseffen dat we één geheel zijn, zegt Samuels. U mag weten, het is geen makkelijke taak. We gaan hun taal daar praten. Ja toch? We gaan geen mooie woorden gebruiken tegen de maatschappen. We gaan gewoon zeggen, kijk of je dit doet, fout. Dit moet je doen. En ze moeten ons kennen. Ja toch? We staan niet los van elkaar. Men moet ons kennen. Je moet ons meer laten zien in de kazerne. Verleden was ik daar en ik zag Groeneveld daar. Maar de MP moet zich meer laten zien. Dat is een van mijn doelstellingen. Gewezen overste Petrus Wassimin gaf aan dat het Korps Militaire Politie over meer werkcapaciteit zal moeten beschikken. Gezien de ervaring de afgelopen jaren is hij ervan overtuigd dat dit ook zal helpen aan het verbeteren van het imago en dienstverlening. Het korps zit in een belangrijke transitiefase die doorgezet moet worden. Direct na mijn aantreden heb ik tezamen met het MP-team een hele verbetering gebracht aan de woon- en werkomstandigheden van het detachement Nikeri en Sanderij. Het is nu aangenamer werken op voornoemde detachementen. Er moet nog enkele aanvullingen komen aan de randvoorwaarden. Het tekort aan personeel werd aangepakt door de MP-opleiding te laten afronden, die eerder door samenloop van omstandigheden 3 jaren lang on hold werd gezet. Ik wil hierbij bedanken de minister van Defensie, de bevelhebber van het Nationaal Leger en onze partners voor de medewerking, ondersteuning en bijdrage in deze, in welke vorm dan ook. Ook wil ik bedanken de waarnemend PG, die niet hier is, maar het parket, commissaris van politie die ook niet hier is, en voor de medewerking in deze verleend. Overste Wassimin trad in 1983 op 19-jarige leeftijd aan tot het militair bestel en heeft gedurende deze 40 jaar in verschillende functies gediend, waaronder de laatste 2 jaar in de functie van commandant.